normaal gezien is dit niet normaal. Normaal gezien, ik vind als moslim zijnde moet er geen armoede zijn onderling. En als iedereen elkaar zou helpen, dan zouden we veel kunnen doen aan die armoede. Maar omdat we nu in België leven, en als we goed rondkijken, vinden we dat spijtig dat er toekomend armoede is in België. Een gemeenschap, zeker als hier in Vlaanderen, waar dat er toch heel veel mensen met heel veel vermogen en bedrijven enzovoort, zou het zeker niet normaal moeten zijn als iedereen voldoende sociale zekerheid op zich neemt. En dus en niet meer zou doen aan belastingontduiking enzovoort. Dus. In een zak aan doen voor de arme mensen. En hoeveel steekt je in zo'n zak? 5 per zak. Kapot, hè? Doet je dat vrijwillig? Ja. Hoe lang doet je dat al? Ik doe dat al sinds mijn moeder hier werkte. Is dat uw moeder? Nee. Ik ben ook vrijwilliger. Nu, Nordin, als je naar Limburg gaat kijken. Daar zijn jullie ook gestart. Zijn daar ook veel arme mensen? Als ik moet zien, in het verleden, Limburg was... We zijn begonnen in Limburg voor steun voor die kraam. Maar na een aantal jaren zien we ook een aankomende stijgende armoedegezinnen in Limburg. We zijn begonnen sinds kort met momenteel hebben we een 50-60-tal gezinnen in Limburg. We hebben een aantal vrijwilligsters, waaronder de vaste Mariam van Limburg, die dat momenteel elke week die gezinnen onderhoudt van Limburg. En we zien stijging van die gezinnen. Tot voor kort hebben we Limburg gekend als een sponsor van Elikra, maar we hebben gemerkt dat daar ook veel nieuwkomers binnenkomen en dat is onze verantwoording om die gezinnen ook te ondersteunen. Dit is een VZW van mijn oom. Die 7 jaar geleden is hij daarmee begonnen. En gewoon in mijn vrije tijd sta ik hier omdat ik ook gewoon zie dat we die mensen echt blij kunnen maken. Met gewoon een zak. Met een zak met vlees enzovoort. En ook voor ons, het is ook een plicht als mij. Volgens mijn religie. En dus ermee, ik sta hier ook om te zien dat ik ook een deel uitmaak van een soort van gemeenschap. Die dan ook iets wil doen voor zijn medemens. Vandaag is een speciale dag, ja. Niet elke zondag moet krijgen voedingspakket. Maar deze week wel, omdat gisteren is schapendag geweest voor moslims. Ja, en ja, een goede dag, mooie dag. En bedankt voor Ikram, hè. Veel bedankt. Ja, iedereen zegt voor Ikram is het beste hulpcenter. En bent u zelf moslim? Nee, ik ben christelijk. Ja, maar het maakt niks uit, hè. Ik heb niks, geen geld, niks. En dan ik kom hier alles nemen. Ik heb geen geld, geen niks. Hebt u kinderen? Ja, ik heb kinderen, ja. Hoeveel kinderen hebt u? 1 kinderen, ja. Hoe lang leeft u hier? 6 jaar. 6 jaar, ja. En komt u al 6 jaar naar El Ikram? Nee, ik kom Ikram 2 jaar. Ja, ja. En kan u niet bij het OCMW terecht? Nee, ik nu geen OCMW. Ik heb OCMW, nu nee. Ja, ik wacht op mijn papier. Ik denk deze keer mijn antwoord komt goed antwoord. Ja. De stelling armoede is normaal. Wat vindt u van die stelling? Die stelling normaal? Dat vind ik niet. Dat vind ik niet. De overheid moet meer doen voor de armoede hier in Limburg. Want het komt meer en meer toe. En ook dat die mensen de recht krijgen wat ze moeten hebben. Armoede is helemaal niet normaal. Integendeel, het is eigenlijk rijkdom en vermogensaanwas gelijk we die vandaag kennen. Dat is niet normaal. En dat moeten we eigenlijk gelijktijdig ook bestrijden en moeten we kunnen zien
dat de mensen er zelf niets kunnen aan doen, maar dat het systeem is. Een systeem waaruit wereldwijd blijkt dat niet alleen in België, maar wereldwijd de vermogens fantastisch aangroeien, alle proporties te buiten gaan en dat er ondertussen alsmaar meer armoede bij komt. En dat moeten we bestrijden. Het is zo dat we een goed systeem hebben, maar ieder systeem kent zijn problemen. Maar de voortdurende aanvallen en de voortdurende afbouw van de sociale zekerheid sedert de financiële en de economische crisis in 2008 maakt dat al vanuit de vorige regering, die Rupo, een aantal verworvenheden stelselmatig zijn afgebouwd. En dat gaat vandaag nog veel verder gaan, en zeker voor de komende 5 jaar. En waarom? Ja, als je het regeerakkoord leest, dan zie je dat de V van verandering vooral staat voor vergeet het maar. En de ergste evolutie voor mij zijn mensen die werken en nog steeds in armoede leven. Heel vaak wordt gezegd van, ja, als de mensen gaan werken, ja, dan kunnen ze ook niet arm zijn. Maar we zien heel veel mensen die te lage lonen hebben, die al hun kosten van dat loon niet kunnen betalen en zo in de armoede verzeild geraken. Dus het is zeker geen verhaal van alleen mensen die jarenlang generatie armoede, mensen die op straat zitten leven. Het gaat echt wel over heel veel mensen die gewoon gaan werken en ook niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En daar moeten we zeker, aan werken en zorgen dat ze dat wel kunnen. Ja, over mensen zeg je juist, over profiteurs wordt er ook wel eens gezegd. Ja, maar kijk, hè, profiteurs, ik denk, profiteren. Wie profiteert van het systeem? Allee, ik denk, als je in zo'n situatie zit, dan ben je geen profiteur. Want niemand wil in zo'n situatie terechtkomen. Daar ga ik toch van uit. Ik denk dat er mensen zijn die echt wel problemen hebben. Gezondheidsproblemen, psychische problemen. Problemen dat ze geen job kunnen vinden. En wij moeten daar als samenleving, een warme samenleving zijn. Mensen omarmen, mensen ondersteunen, helpen. Maar ook sterker maken om het zelf te kunnen doen. Absoluut. Dat is net zoals arme mensen er zijn die geen geld hebben, ook geen eten, ook geen kleren, ook geen huis. In Afrika. Ja. Er zijn daar niet zo huizen als deze. Ze zijn gewoon van stro gemaakt. En zijn er in België arme mensen? Dat is niet zoveel. Niet veel. In Marokko en in Afrika veel meer. Daar hebben ze geen spelletjes. Geen geld, heb ik al gezegd. Wel een mandje, dat hebben ze wel. Dus ze kunnen dan, toch ook dingen verkopen. En daar hebben ze zwembad buiten. Dat die misschien toen die klein waren allemaal hun centjes op hebben gebruikt. En toen die groot waren, misschien vergeten om centjes te halen. Dat die niks hebben, dan kunnen die niet voetballen. Alleen een blote voeten. Oh, dat is erg, man. En hebben die eten? Nee. En wat eten die dan? Die eten alleen maar rijst. En die kunnen niks drinken. Weet je wat is hier in België, hè? Er zijn ook heel veel kindjes die arm zijn. Ja. Dat is niet waar. Ik heb het gelezen. Nee, dat is niet waar. En heel veel mensen die arm zijn. Nee, dat is niet waar. Ja. Geloof je dat niet? Dat is echt niet waar. Heb je hier nog nooit een arm kind gezien? Nee, nog nooit. Ik kom van Kosovo. Ik ben daar dus geboren en opgegroeid. En ik was 25 jaar toen ik naar hier kwam. Ik kwam naar België. Ik ben eigenlijk naar België gebracht door het Belgische Rode Kruis. Wij zijn toen in 1999 gedeporteerd geweest. Dus echt op een trein gezet. Hoe verloopt zoiets allemaal?
Ja, op een gegeven moment kwamen paramilitairen dus thuis. We waren niet bij ons thuis. Die dagen waren wij bij familie, omdat wij dachten dat wij daar veilig waren. Dus ik was daar met mijn moeder. En op een gegeven moment komt iemand aanbellen en zegt dat wij maar een half uur hadden om onze spullen bijeen te pakken en het huis te vertrekken. Het was gewoon een operatie. Het was een etnische zuivering op dat moment bezig. En in de hoofdstad hebben ze massaal dus de Albanese ook gedeporteerd. Ik ben opgegroeid in een heel... in een gezin, mijn moeder ging werken, we hadden een auto, we gingen op vakantie, ik kon gaan studeren. En dan is dat afgebouwd. En dan beland je hier, onderaan de ladder, als vluchteling. En dan heb ik dat ook door de jaren heen terug opgebouwd. Dus financieel heb ik gedurende mijn leven ook in verschillende fases mij bevonden. Dus zowel in een fase dat ik heel weinig had of niks had of dakloos was toen in Macedonië. Als nu bijvoorbeeld, ik heb mijn eigen huis, ik werk en ik leid een normaal leven. Dus als ik dan ook naga van wat is armoede, heb ik me arm gevoeld? Niet echt. Was ik arm? Als ik dan rationeel nadenk, ja, tuurlijk. Hè? Ik was wel arm, want ik had niks. Financieel had ik niks. Maar als ik kijk dan persoonlijk, puur subjectief, wat was het ergste voor mij? Ja, het was mensen. Ik miste mensen van kinder. Ik miste vooral mijn vriendenkring. Ik had een heel breed vriendenkring en ik had zoals iedereen die op zijn 25ste ook een vriendenkring opbouwt en dat is je zit in je beste jeugdjaren en dat is ons ontnomen en doordat wij naar hier dan zijn gekomen valt dat volledig weg. Het was overleven. Mijn moeder ontving toen een klein pensioentje, mijn overlevingspensioen van mijn vader. Want ze was al jaren, dus begin jaren 90 was ze werkloos. Ze ontving een pensioentje. Dan spreek ik over echt de laatste periode, dus ook net voordat de bombardementen en die een vreselijke periode begon, was het ook handwerk. Ze maakten ook traditionele kleren. Dat was handwerk en hier en daar klusjes of iets een kleine werkjes zoeken om iets bij te verdienen. Maar het was inderdaad het was overleven. Het was een zeer zware periode. Ja. Het verschil tussen arm en rijk is veel te groot. De rijken worden maar rijker en de armen die worden gewoon achteruitgedrukt. Er is geen enkele kans voor die armen. Er is een sociaal vangnet waarin we normaal gezien verzeild geraken, zij ook. Maar daar wordt concreet niks aan gedaan. Sommige mensen krijgen wel de hulp en andere mensen worden gewoon buitengesloten. Zit je ook in een toestand? Ik zit momenteel in een toestand. Ik verblijf momenteel in het CAW in Beringen, het Westhuis. Ik ben ongewild dakloos geworden. En dat was het enigste vangnet dat er was, het CAW. Maar dat is nog erger als op straat leven. Armoede is niet alleen financieel. Armoede kan ook zijn dat mensen psychische problemen hebben, waardoor ze in de armoede komen. Maar hetgene wat we allemaal gemeenschappelijk hebben is kracht. Eigenlijk wordt het tijd dat we meer gaan kijken naar de krachten van de mensen en niet gaan kijken naar de negativiteit. Want dit is de nieuwe regering. Hè. Kijken naar de negatieve dingen. Wat brengt ons het op? Kijk vanuit krachten naar mensen. Kijk vanuit een andere bril naar mensen. En je ziet heel veel talenten.